Maar wat zwaarder, zeg wat kamerin. Kunnen goede kazen, altijd op een prik. Ja, ja, ja. Is of ze geraakt zijn door een toverstal. Nee, moeder, moer in. Maar het is spannend, omdat wij inderdaad voor de kaas boeren nog duidelijker op de kaart zetten en dan met een wereldrecord. Jij hebt je werk gedaan, je hebt ook een akte al gemaakt. We moeten inderdaad boven de 2013 kilo en de 145 soorten. Ik wil graag zien. Mag ik de akte zien? We hebben dus hier microfoon. We hebben hier allemaal bakbonnen van 13 verschillende kaasboeren. Ik wist niet dat er zo'n verschillende kaas überhaupt waren. Maar we hebben dus alle bakbonnen bekeken. En die komen overeen met het overzicht wat we hier hebben. Die wil ik heel graag bekendmaken. Nou, het begint. De soorten is 175. Ik heb het even laten vertellen. Dat zijn soorten die hier liggen te rijpen. Of die hier in de omgeving zijn gemaakt. Heel veel boerenkaas inderdaad. En dat betekent, er is veel meer dan jongbelegen en oudbelegen. Er is heel veel van. Die hebben we in ieder geval inderdaad. En het aantal kilo's, dat begint met een 2 in ieder geval. Dat kan ik in ieder geval wel bekend maken. 2716 kilo. Het grootste kaasplateau van de wereld is gevestigd in Woerden, jongens. Dat is prima. Groot applaus. Dankjewel. Wijngaardkaas. Dankjewel. Zijerveldvoet. Dankjewel. Van Breukelen kaas. Dankjewel. De kaasfabriek. Dankjewel. Kaashandel Nel. En dankjewel, Verburgkaas. Maar nogmaals, zonder kaasbankje kan je niet de authentieke kaas halen. Dus kom aan de stand. Ja, dus hij is gehalveerd. Mevrouw, hoeveel wilt u weer? Eén. Dit is mijn plekje, slag van mijn dromen. Hier ligt mijn hart. Dit is mijn stadje, hier ligt ook mijn ziel. Hier niet verborgen.